Nou, ambtenaren in co-creatie werken zelden alleen. Maar als ze aan het werk zijn, is het van belang te zien in welk krachtenveld ze opereren. En in dat krachtenveld zitten heel veel verschillende actoren. Er zitten mensen uit de samenleving in, de eigen organisatie werkt erin mee, er kunnen andere maatschappelijke organisaties betrokken zijn. En in deze clips wil ik eigenlijk met je kijken naar, als ik nu mijn context voor co-creatie organiseer, waar moet ik dan op letten? Wat werkt eigenlijk mee in mijn krachtenveld en wat werkt eigenlijk tegen? Nou, in dat complexe krachtenveld kunnen we een aantal verschillende niveaus onderscheiden. Allereerst heb je natuurlijk het niveau van de samenleving, de mensen waar je het eigenlijk allemaal voor doet. Een ander belangrijk niveau is het niveau van politiek en bestuur. Zowel in de politiek als in de bestuurlijke organisatie kunnen factoren zitten die mee of tegenwerken in je co-creatieproces. Een derde niveau dat we willen bespreken is het niveau van de organisatie. En binnen die organisatie onderscheiden wij ook nog het niveau van de afdeling of het team. Je moet dan denken aan je directe collega's. Ten slotte zijn er in jezelf, als ambtenaar in co-creatie, ook een aantal factoren die kunnen meewerken of tegenwerken. We kijken eerst naar de factoren in de samenleving. Uh, wat wij hebben gezien in de cases die we hebben onderzocht: dat als er in de samenleving een noodzaak is of een grote urgentie om met een bepaald project aan de slag te gaan er is bijvoorbeeld een lelijk veld en er zijn veel mensen die daar iets moois van willen maken dat die noodzaak, die urgentie, meehelpt om het proces op gang te houden. Wat ook werkt, is dat je direct vanaf het begin met die samenleving in gesprek bent. En er moet een duidelijke common ground zijn om samen te werken aan verbinding. Als deze factoren er niet zijn, maar je hebt bijvoorbeeld te maken met uh, nou, een stuk veld waar eigenlijk niemand zich druk om maakt, of uh, ja, burgers die pas uh, nadat er al drie opties zijn verkend worden meegenomen, of als er in de samenleving een conflict blijkt te zijn tussen... Bijvoorbeeld twee sportverenigingen en een oppasorganisatie, die allemaal van dezelfde ruimte gebruik willen maken, ja, dan zijn dat toch wel factoren die gaan tegenwerken. Dus op zoek naar urgentie en op zoek naar een gemeenschappelijk belang is essentieel om je krachtenveld goed te bespelen. Als we dan gaan kijken naar politiek en bestuur, zien we ook daar een aantal positieve en een aantal negatieve factoren. Wat ontzettend helpt, is als de politiek al vanaf het begin van het proces goed wordt meegenomen. Uh, let wel, de zaken waar je als ambtenaar in co-creatie mee bezig bent, zijn zaken die normaal door de gemeenteraad werden besloten. Uh, er is natuurlijk niets ergers dan wanneer je een prachtige oplossing bedenkt met een aantal burgers, maar de gemeenteraad zegt dat willen we niet. Je wil dus de rol van de gemeenteraad al in het begin duidelijk hebben. En dat kan ook gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld de griffier van de gemeenteraad, die daarin met je mee kan denken. Wat ook helpt is als de politiek betrokken wordt, uh, dat de politiek uh, eensgezind is. Dat je niet de hele grote, duidelijke politieke tegenstellingen hebt. Als die er wel zijn, is dat bijna niet meer uit te leggen aan de mensen waarmee je in co-creatie samenwerkt. En tenslotte is het ontzettend van belang dat een wethouder of een, een, een directeur van een dienst een goed voorbeeld geeft. Je wil ook aan de meer externe mensen uit politiek en bestuur, wil je laten zien dat het ertoe doet. Deze mensen zetten het voorbeeld voor de mensen in de samenleving die zien wat er gebeurt. Deze mensen moet je aan je kant hebben. Nou, en we zien ook aan de andere kant, als de gemeenteraad liever geen rol heeft, of het proces probeert te frustreren door het over te pakken, als er geen koers wordt geboden en als er weinig betrokkenheid is bovenaan in de organisatie, het zichtbare deel voor de inwoners, werkt dat niet mee in je krachtenveld. Een derde laag die we willen bespreken zijn de factoren die in de organisatie een rol spelen. Uh, we hebben gemerkt in de cases die we hebben bestudeerd dat het ontzettend belangrijk is dat er rugdekking is voor de ambtenaar in co-creatie. Die moet er op kunnen terugvallen dat zijn afdelingshoofd weet wat hij doet, dat de directeur weet wat hij doet, dat er voldoende budget is vrijgemaakt en dat er eigenlijk een stukje leiderschap wordt getoond in uh, nou, het op een nieuwe manier werken met de samenleving. Als dat er niet is voelt die ambtenaar zich alleen staan en dan werkt dat niet mee in je krachtenveld. Uh, Ten slotte zijn ook de mensen wat dichter om je heen, in je eigen afdeling en team, zijn heel erg van belang. We hebben gemerkt dat het helpt als iedereen om je heen uh, uh, het idee heeft dat het interessant en nuttig is om op deze manier aan de slag te zijn uh, met het project. Verder zijn de mensen die dicht om je heen staan ook de mensen die kunnen zorgen voor speelruimte, bijvoorbeeld in geld en in capaciteit. En tenslotte werkt het positief mee als je organisatie echt is ingericht op lerend vermogen. Als je met je team samen kunt kijken naar fouten en als je ervan wilt leren. Als dat er niet is en je zit in een afdeling waar iedereen zijn eigen pakketje heeft, waarin er voor niks tijd is, want iedereen heeft de druk, er is geen innovatievermogen en er is geen bereidheid om te leren van fouten, of mensen zien co-creatie als een extra klusje, dan weet je eigenlijk al zeker dat je project op die manier niet gaat slagen. Ten slotte zijn er ook factoren in jezelf. Als jij ambtenaar in co-creatie bent. Uh, we hebben gemerkt dat het helpt als je een beetje ongehoorzaam bent. Je moet wel af en toe een regel aan de kant durven zetten. om die burger toch te bereiken. of om dat ene resultaat toch te behalen. En je moet ook mensen uh, om je heen kunnen organiseren. Uh, die het ook kunnen, die het ook snappen. Dus je moet mensen hebben met wie je over je dilemma's kunt praten. Als je. Uh, eigenlijk te maken hebt om je heen met allerlei mensen die zeggen ja nee maar dat kan niet en die regel gaat voor, de zogenaamde regelfetischisten, of je hebt mensen om je heen die eigenlijk niet goed begrijpen wat je aan het doen bent, dan raak je zelf ook gedemotiveerd. Dus je moet zelf op zoek naar mensen in je eigen omgeving die snappen wat jij aan het doen bent. En als je dat om je heen kunt organiseren, heb je alvast een heel krachtige start van je krachtenveld georganiseerd. Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, dat willen we in een aantal andere clips doen. Bedankt voor het kijken.